oud is die auto? Wat afblik, hè? Ja. Kijk jij daar even naar rechts? Nu kan je, nu kan je. Ja? Je moet er dieper in, je moet er dieper in. Ja, maar ik zit hier, kijk, ik zit hier... Ja, nou, we gaan weer verder gewoon, Johan. Dat lukt niet met deze auto. Zit er ook een conducteur in die auto? Met dat ding. En we doen hem over de stoep. Ja. Ik vind ook helemaal geen auto voor jou. Ja, nee, echt niet. Het is een auto voor de hond, hè? Het is een beetje een statussymbool. Ben je gek? Jawel, man. Ben je gek? Kan helemaal niet zo. Kijk er even uit. Aanstaande maandag een nieuwe aflevering. Dus, maar dat is in de verschrikking. Als ik in een parkeergarage kom en het is wat druk, ik krijg hem er niet ingedraaid. Hè? Dan moet je 6 keer steken met dat ding. Je bent heel blij met je auto, of niet? Ja, nee, als je erin zit, zit hij heel comfortabel. Maar er was zo'n heel klein straatje in Amsterdam. Ja, stevige korting gekregen, maar dan heb je de auto. Maar Wim Kief gaat er ook niet even uit om achter te kijken. Nee, maar je hebt overal van die dingen op zitten. Nee, maar alles piept, mensen. Ja. Nee, alles piept. En mensen hebben thuis waarschijnlijk niet. En dan gaat Wim een beetje zitten zeiken. Goed, hè? Top. Ja.